De NV-energiebedrijven Suriname heeft gisteren 2 extra generatoren in gebruik genomen in het district Nikeri. De EBS heeft dit gedaan omdat de vraag naar extra elektriciteit in het westelijk district groot was. Volgens projectmanager Arman Bipat is Nikeri de komende 3 tot 4 jaren gegarandeerd van elektriciteit. Hij vertelt waarom er is besloten om de verbruikscapaciteit van Nikeri te verhogen. Waarnemend EBS-directeur Marcel Eindhoven gaf aan dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2020 met een solarinstallatie zal beginnen. De groei van de piekbelasting is 7% de afgelopen 2 jaren geweest. De vraag naar elektriciteit is 4% geweest. Dus reden genoeg om uit te breiden. We hebben in het systeem ook motoren die 20 jaar oud zijn en nog steeds meedraaien. Maar 20 jaar levensduur van een motor. Dus ze zijn op aan het raken. We moeten dan overgaan tot vervanging en vernieuwing. We gaan 2 megawatt solar installeren en die dus ook op het systeem koppelen, waardoor we overdag een deel van de brandstof kunnen besparen. Maar dan gaan we dan een deel van de energie met behulp van die zonnepanelen opwekken. Dat project gaat ongeveer 1 jaar duren. De contracten zijn al getekend. De mensen zijn nu in het buitenland bezig met de voorbereidingen. En zoals ik al eerder zei, in het eerste kwartaal van 2020 beginnen ze met de bouw. En eigenlijk eind volgend jaar zijn we dan weer hier, als alles goed loopt, om het allemaal in gebruik te nemen. DC Nisha Kurban Babu gaf aan dat energie heel belangrijk is en heden ten dagen geen luxe meer is. Het is een noodzaak dat elk huishouden over energie moet beschikken, benadrukt de burgermoeder. U hoort ook de parlementariër Rashid Doeki die aangeeft dat zowel nationaal als internationaal er geen ontwikkeling mogelijk is zonder energie. Als ik praat over huishoudens, dan zijn het de gewone families, de gezinnen, maar ook het bedrijfsleven, middel, grote en nog grotere bedrijven. Ik wil als districtscommissaris benadrukken dat we zeer blij zijn dat we nu over meer capaciteiten zullen beschikken. Want een aantal mensen hebben me gezegd, er zullen nieuwe eenheden in gebruik worden genomen. Dat betekent dat we minder stroomonderbrekingen zullen hebben. Dat gebieden die nu zonder stroom zitten, dat die ook voorzien zullen worden van de energie. Waarom heb je energie nodig? En dan zei iemand in een seminar een keertje, maar er was een logica. Want dat een zandung met energie, dat alle weekend, alle vakantie, dat je pas mee niet ook hier binnenland per energie nodig, dan zeg je hoe je hebt genoten zonder energie. Maar dat zijn we vet aan de energie dan. Maar je ziet, zoveel hoofden, zoveel zinnen, maar u kunt niet achterblijven. U kunt gewoon niet achterblijven. Parlementariër Rashid Doeki en daarvoor zag u DC Nisha Kurban Babu. Ze spraken gisteren bij de ingebruikname van 2 extra generatoren door de EBS. Het project heeft $17 miljoen gekost.